Goedemiddag, hier staan we bij het gebouw van ZKZ 19. Daar wordt vandaag het 100-jarig jubileum gevierd. 100 jaar. 1919 is ZKZ opgericht. En vandaag gaan ze dat vieren op 30 augustus 2019. Er zijn heel veel mensen aanwezig vanmiddag hier en we gaan eens kijken wat het allemaal brengt. Leden, oud-leden, alles is uitgenodigd. We gaan zien wat het gaat brengen vanmiddag. De wethouder van Sportzaken, Jan van Zandt. Ja Jan, 100-jarig bestaan van ZKZ 19, uniek denk ik. Ja, dat klopt. De oudste vereniging van de Wolden, is dat u dus echt? De oudste sportvereniging van de Wolden. We hebben wel andere culturele, meer cultureel gerichte verenigingen die nog een stuk ouder zijn. Bijvoorbeeld de Weken Kunst is 150 jaar al, als zangvereniging dan. Sportvereniging is ZKZ 19, dus de oudste sportvereniging in de Wolden. Ja, klopt. Kiosk komt er volgend jaar achteraan. Die staan ook 100 jaar. Maar ZKZ was er net een beetje eerder dan Kiosk. Nou, we gaan er straks verder. Korfbal is wat dat betreft, ook korfbal is dan ouder dan voetbal. Hier althans in de Wolden, zeg maar. Er waren onder de bezielende leiding, weet ik nog, van Hens van Gennen volgens mij. En Kuiper, die was volgens mij ook een van de oprichters van ZKZ 19, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, dan moet je, we kunnen het bijna niet voorstellen, maar 100 jaar terug. 1919, dat is net na de Eerste Wereldoorlog. Dat is natuurlijk ook een bijzondere tijd. En ja, mensen die dat toen mee hebben gemaakt en mee helpen oprichten, ja, die zijn er natuurlijk niet meer. Ja, natuurlijk. 100 jaar kan natuurlijk een mensenleven, maar goed, dan zouden ze. 119 zijn dan dat. Als baby hebben moeten oprichten, dat kan natuurlijk niet. Nee. Weet je nog wat het eerste veld was, Jan? Heb je dat uitgezocht? Nee, dat heb ik niet uitgezocht, maar ik weet het wel ongeveer. En dat ligt wel ongeveer hier in de buurt volgens mij. Maar ze hebben nogal wat verplaatsing gehad door de jaren heen. Ik weet ook dat ze wat meer richting... Volgens mij achter de Café de Valieberg hebben ze ook gezeten. Ja, daar hebben ze ook gezeten. Ik denk niet achter Café de Vries. Daar zat de voetbal met de Sintelbaan, zeg maar, de Speedwaybaan. Maar ik weet nog in mijn jeugd, toen ik een jongen van 15, 16 jaar was, dat ze ook al hier eigenlijk wat nu Wolderslag is, al korfbalden. ZKZ is ook klaar voor de komende 50 jaar, denk ik. Ja, ZKZ is een actieve en betrokken vereniging. Niet alleen als het gaat om sport en sportiviteit, maar ook als het gaat om vrijwilligers, als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. Denk aan zonnepanelen, maar denk ook aan de hele klimaat- en energiediscussie. Ik denk dat ZKZ een maatschappelijke betrokken vereniging is. En daarmee zeg ik niks over andere verenigingen, maar ZKZ is dat zeker ook. ZKZ 19 heeft 100 jaar bestaan, maar ze hebben de andere verenigingen erbij betrokken. Uniek, denk ik. Ja, die Noorbespeulen, dat vind ik een waardevol en groot goed. Dat hier op het sportpark Wolk en Slag, dat die samenhang en die binding er is. En dat op deze manier tot uiting komt, dat is mooi. Ik ga straks in mijn toespraak daar ook nog even op in. Want ik vind, in het verleden zijn er wel eens andere bewegingen geweest, om zo maar te zeggen. Voetbal, korfbal heeft wat botsingen opgeleverd. En ik vind het hartstikke mooi dat die vereniging hier met elkaar zo'n mooie week organiseert. Ik heb het ooit eens met jou over gehad, over een omnivereniging. Zou dat een begin kunnen zijn? Ja, je weet het maar nooit natuurlijk, hè. Ik vind het van grote waarde dat er sterke verenigingen zijn. En misschien is ook die maatschappelijke discussie waar we net over hadden, dat die wel leiden. Hè? Bijvoorbeeld het probleem van de vrijwilligers, hè? De aantal vrijwilligers. Dat uiteindelijk wel leidt tot meer dingen samen doen. Nou, dingen samen doen kan nooit, is altijd goed. Nou, we gaan straks jouw speech beluisteren. Ik ben benieuwd wat je nog in het vat hebt. We gaan ervan genieten, denk ik, van de 100-jarige bestaan van ZKZ. Het weer is in ieder geval fantastisch, dus dat kan niet mooier. Dank je. Ja, dank je. Nou, hier zit ik volgens mij bij een paar oud-leden. Ik weet zeker dat deze meneer, Geert Vrieling, lid is geweest van ZKZ 19. Ja. En denk ik ook nog in bestuur. Nou nee, geen bestuurslid.
Nee, dat niet. Maar ik heb wel een korfbal. En wel tot aan de veteranen aan toe. En in welk jaar ben jij begonnen? Niet in 1919, maar toen was je er nog niet, denk ik. Nee, dat kan nog niet. Nee, want ik ben in 30 pas geboren. Dus dat was... Maar ja, wanneer ben ik lid van? Weet ik niet meer. Met mijn broer Aad. Aad, ook lid geweest? Jazeker. Ja. Ook in de jaren 40, zeg maar, tijdens de oorlog? Na de oorlog, ja. Ja, dat klopt. Ja. Hoe ging het tijdens de oorlog dan? Is er toen doorgekorbald? Nee, tijdens de oorlog is het niet gekorbald. Nee. Gewoon wat onderlinge wedstrijdjes. Ja. En direct na de oorlog is de zaak weer opgestart? Ja, ze bent direct weer deur gegaan. Ja. En waar hebben jullie gekorbald? Waar was het veld toen? Bij Reinder de Vries. Dr. Frederiks. Ja, door Dr. Frederiks, waar Dr. Frederiks later zat. Waar nou de winkel zaak van Unive zat. Door dat korfbalveld. En de kleedgelegenheid, hoe ging dat dan? Dat ging bij Jan de Vries in de tuin. En hoe deed je dat dan met de vrouwen? Oh, die deed nummers zijn beuren. Eerst de man, dan kleed en dan de vrouw? Ja, nee, net aan zijn we, eerst de vrouw. En die kregen allemaal een emmer van water. En dan kunnen ze wassen. De tegenpartij en de eigenpartij. En dan gooiden ze het water weg en dan kreeg de man kreeg weer een nee emmer van water. Ja. Zijn de dames hier gekorbeld hebben? Ja? U hebt gekorbeld? Ja. En wanneer was dat? Ik ben Marietje Vrielink en ik heb gekorfbald, ik denk van 1950 tot 1959. Van 1959. En tegen wie korfbalden jullie niet in die tijd? Was er toen al een kiosk enzovoort? Kiosk en Giethoorn, Meppel, De Wijk en Koekangen. Hoe gingen jullie daar dan naartoe? Op de fiets. Oh, dat was dus een hele dag op pad? Ja. Ja, en Ruinewold met Kios was dat, Ruinewold. Ja, was Ruinewold was Kios, is ja. Nog Kios. Ja, en dat is nog zo, die bestaan ook nog. En u heeft ook gekorfbald? Nee. Nee, u wel? Ja. Ook vanaf mijn 8e jaar denk ik al, en ik ben nu 83, dus nogal. En hoe lang ben je al lid dan? Ben je nou bijna lid? We zijn geen lid meer, maar we hebben nog wel de veteranen de korfbal. De veteranen, hoe lang is dus de korfbal? Ook 40 jaar misschien? Oh ja, zeker wel. Jawel. Zeker bij 40 jaar? Ja, joh. Want we woonden nog al in Staphorst en toen... Je hebt nog in Staphorst gewoond, klappen. Maar toen korfbalden wij hier nog bij de veteranen. In die tijd toen jullie korfbalden, wie was toen voorzitter? Albert Weerts, Metselaar. Metselaar was secretaris, Albert Weerts. Ja, Nage Arend. Arend heeft nog in Drentse twaalftal gezeten van het korfballen. Maar dat was leuk. Ja, net over het veld klaarmaken. Maar bij het Café de Vries had je een toneel. En onder het toneel was een ruimte. En er waren twee van die groene loeken. En er was een man in Zuidwolde die heette Anne Veenstra. En die maakte altijd terrein klaar. En dan ging ik 's morgens onder de Vries. Die loeken werden weggehaald. De korven die lagen eronder. Dus hij sjorde die korven van de Paul de Ruud op te nekken. Tegenover was het korfbalveld. Ah joh, dat was prachtig, jongens. Prachtig. En nu rollen met touw. Linten van 3 centimeter breed. Moest helemaal rond te leggen worden. Dat deed hij ook. Ja. Toen hadden we nog de drie velden. Het middenveld, hè? Ja. Het gaat nou sneller, hè? Kijk, je hebt met veel plezier er terug. Ja, fantastisch. Ik wou dat er... Ik ben nou 85. Ik ben 2 jaar ouder dan Ali. En ik ben in 59 getrouwd en ik heb 3 jaar daarvoor ben gestopt. Dus dat was in, 54. Geniet er vandaag van. En Noord-Kurmerveld. Daar woonde Geert Bouwkamp en die had een hele grote appelboom en dan gingen we wel eens een appel leen. Dit is korfbal. Noord de korfbal. Ja. Ja, maar toen ging hij natuurlijk niet naar de kroeg toe. Nee, hartstikke leuk, ja, mooi. Geniet ervan vandaag. In 2017 begonnen op de ledenvergadering met de voorbereidingen voor dit feest. Het is nu augustus 2019. We zijn de Noorbespelen, een prachtige jeugdactiviteit verder. En nu aangeland bij de receptie. De
officiële gebeuren. We gaan zo beginnen en we graag wethouder Jan van Zand naar voren halen. Graag de aanwezigen, beste sportliefhebbers, ZKC groeit en bloeit. En kent een hele vitale vereniging. En een vereniging die dus bloeit, maar ook ambitieus is. En binnen de gemeente De Wolden is ZKC toch wel een grote vereniging. Niet alleen in de zin van ledenaantallen, maar zeker ook in de zin van prestaties. Maar laat ik zeggen, ook zeker in de zin van maatschappelijke betrokkenheid. Want dat kennen we ook van ZKC. Denk maar aan vraagstukken, maatschappelijke problemen. En vraagstukken die er vandaag aan de dag zijn. Klimaat en energie, alcohol en rookbeleid. En nou, vrijwilligersvraagstukken. Er zijn heel veel maatschappelijke vraagstukken. En ik constateer dat ZKC onder de bezielende leiding van haar bestuur en vele vrijwilligers ook op dit punt een enorme ontwikkeling doormaakt. En de vereniging is uitgegroeid tot wat dat betreft een begrip in de Wolden en omstreken. Maar zeker ook als het gaat om de sportieve prestaties, want uiteindelijk is het natuurlijk een sportvereniging. De prestaties door de jaren heen van de verschillende teams hebben geleid tot grote sportieve successen. En ja, daar hoort ook altijd bij enkele sportieve wat minder succesvolle periodes. Dieptepunten is een groot woord, maar laat ik maar zeggen dipjes. Want ook in de sport daar zijn, is winnen en verliezen zijn begrippen die erbij horen en die ook goed zijn voor een ieder om daar kennis mee te maken. Want dat sterkt je ook weer in je persoonlijke ontwikkeling. Pieken en dalen. Maar het belang van de prestaties is niet altijd het belangrijkste. Spelplezier en plezier in alle activiteiten die er binnen de vereniging plaatsvinden zijn van wat mij betreft nog grotere waarde. Sociale contacten. Gezondheidsbevorderende effecten welke het sporten met zich meebrengt, dat zijn ook hele belangrijke aspecten van mij betreft. En dan ben ik er trots op dat ZKC dit uitdraagt tot buiten de eigen club. En in het kader van dit prachtige 100-jarig bestaan zijn de Noberspelen gehouden. Een mooie activiteit op Sportpark Woldingenslag. Een geweldige sportieve bijeenkomst van allerlei sporten. En ook van sportlust die samen met elkaar deelnemen aan de Noberspelen. En ik leg de nadruk op dat samen en met elkaar van de sport genieten. Het is een groot goed. Zoals al eerder genoemd heeft ZKC de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ruim 5 jaar geleden werden de thuiswedstrijden nog gespeeld op een gewoon grasveld. Zoals het dan heet tegenwoordig, een gewoon grasveld. Aan de andere kant van de boskage staat hier, maar nou ja, aan de andere kant van de bos zeggen wij dan altijd hier in Zuidwolde. In samenspraak met een afvaardiging van het bestuur en een aantal fantastische vrijwilligers is destijds toegewerkt naar de realisatie van deze geweldige accommodatie waar we nu eigenlijk middenop staan. Met hier links het clubhuis en rechts natuurlijk die mooie kunstgrasmaat. Een toekomstbestendige accommodatie maar waarmee jullie vereniging weer jaren vooruit kan. In de maatschappij wordt er vaak voor een oudere gezorgd. Bij deze ouderen, de 100-jarige ZKC-19, is deze zorg wat mij betreft niet nodig. ZKC zorgt uitstekend voor zichzelf. ZKC is niet hulpbehoevend, ZKC is vitaal. Het zit in de vereniging zelf, waarbij het met name gaat om de inzet van de vrijwilligers. Het vermogen van zelfredzaamheid is een groot goed binnen de vereniging. Bestuurders, leiders, onderhoudsploeg, kantinebezetting en nog vele andere vrijwilligers houden de vereniging op de been. En allen dragen bij aan deze prachtige, vitale, en laat ik het maar zeggen, oude dame van de Wolden. Als oudste sportvereniging van de Wolden. En daar kunnen jullie hartstikke trots op zijn. Namens het college van burgemeester en wethouders en alle inwoners van de Wolden wil ik u graag feliciteren met dit 100-jarige jubileum. Jongens, voor de zomer sprak ik met Jan Bijkerk. En voor de niet ingewijden, Jan Bijkerk is de hoofdtrainer en coach van onze selectie. Ik vertelde hem dat we op 31 augustus stil wilden blijven staan bij ons 100-jarig jubileum. Jan keek bedenkelijk. Hij zei, het lijkt me niet een goed idee. In het moderne korfbal, zo zei hij, moet je niet stilstaan, je moet blijven bewegen. En anders wissel ik je.
Hij werd wat vrolijker toen ik vertelde welke mensen de organisatie op zich hadden genomen. Die mensen zorgen wel voor beweging, gaf hij aan. En als jij iets gaat zeggen, vervolgde hij en er dus toch een moment bij stil bij staan, is het prima. En, voegde hij eraan toe, daarna wissel ik je. Als voorbereiding op zo'n jubileum, dan stel je je de vraag, wat maakt dat de ene vereniging nu 100 jaar kan bestaan en de andere vereniging daarin niet slaagt? En een van mijn conclusies is dat Jan Bijkerk gelijk heeft. Blijven bewegen, initiatieven tonen en veranderen. Dat maakt dat een vereniging leeft, dat er spirit is, er ontstaat enthousiasme en bezieling en als gevolg daarvan houd je zwong en blijft de vereniging een sprekende vereniging. Dat zeggen ze ook. Daar gebeurt wat. En op enig moment word je dan 100 jaar. Bewegen en veranderen, dat maakt dat onze vereniging al 100 jaar bij voortduring haar rol speelde. In Zuidwolde en in korfballend Noord-Nederland. Steeds bezig met veranderen. De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee. Wat veranderen we dan? Wel, in ons jubileumboek kun je straks lezen, Bert Steenbergen heeft het ook geschreven, we zijn ontstaan uit de vereniging van geheelonthouders, geen alcohol. Dat hebben we veranderd. En recenter, een jaar of wat geleden, speelde ons eerste team ieder jaar een beslissingswedstrijd voor promotie of degradatie. En 6 jaar op rij wonnen we die wedstrijd. Dat was niet leuk meer. Dat hebben we de afgelopen jaren ook veranderd. Maar serieus, ik ben blij om lid te zijn van een vereniging waarbij de mensen zich uiteraard druk maken om problemen op te lossen, maar die daarnaast veel ideeën hebben en initiatieven tonen. Mensen die zaken in beweging weten te krijgen, veranderingen in gang zetten. Een aantal jaren geleden kwam een aantal leden met het idee om zonnepanelen op ons dak te leggen en hoe deze te financieren. En een jaar later lagen ze op ons dak. We hebben geen stroomkosten meer. En een extra voorziening voor nog tientallen panelen, want misschien kunnen we ook wel aan de sporthal leveren, zei een van de bedenkers. Daar zijn we in 1919 mee begonnen en dat doen we nu nog. Maar er is, in mijn ogen, nog iets maakt dat ZKC met gemak die 100 heeft gehaald. En dat is het feit dat we een korfbalvereniging zijn. Met korfbal, of sport in zijn algemeenheid, denk je aan sportieve ambities. Sneller, feller, beter en hoger. Dat willen we ook. Maar het tweede deel van het woord is vereniging. Een plaats waar mensen zich verenigen. Waar ze zonder terughoudendheid zichzelf kunnen zijn, plezier kunnen hebben, waar ze zich thuis voelen. Natuurlijk zal iedere vereniging dit nastreven, maar niet iedereen zal dit expliciet benoemen. Wij als bestuur overleggen meer over het wel en wee van mensen dan dat we het hebben over sportieve prestaties. Het plezier van een speler van de F'jes heeft voor ons dezelfde waarde als het plezier van een selectielid. En de sportieve ambities van de selectie hebben dezelfde waarde als het plezier die de jeugd beleeft aan het kamp. Ik kan en wil niet allerlei zaken benoemen, maar één ding staat toch wel symbool in die 100 jaar ZKC. Het plezier hebben, het verenigd zijn, het komt zeker naar voren bij de ZKC-band. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar voor de oudere leden en oud-leden is het nog steeds een begrip. De ZKC-band uit het midden van de vorige eeuw. Beroemd in Zuidwolde en verre omgeving. De band speelde een kleine 20 jaar op ZKC-feesten, maar ook elders. En die band die staat model voor wat het ZKC toen, daarvoor en nu is. Vrolijk, plezier, vriendelijk, ongedwongen, je thuis voelen. En nog belangrijker, dat willen we graag met iedereen delen. Bewegen, veranderen, zaken in beweging zetten en dat met de wil een vereniging te zijn, dat heeft ons hier gebracht. Tenminste, dat zijn voor mij twee belangrijkste redenen. Dat is denk ik de manier waarop we min of meer fluitend de 100 hebben gehad.
Jullie kunnen het niet zien, maar Maarten, dat is de hulp.